als er krooi was, dan ben ik een krooi first lady toe. Oh, ik ben een krooi first lady. Nee, minna. Nee, moet ik vrijer? Ik leef nog blij. Nee. Exclusive. First lady krooi. Nee. Ik ga meteen met de deur in huis vallen, want we zijn ook thuis. Gilles Loveline is namelijk weer in Suriname. Hiep, piep, piep, piep. Jeff, ook een klap, jere. Want we zijn een beetje genieten. Jeff, de cameraman, dit toe. Ja man, hoe door op elkaar. En, look, ik hou van mijn Gilles Loveline studio, maar het is ook heerlijk om op locatie te zijn. En, omdat de liefde het best wordt geserveerd warm, hebben we een warme, gastvrije sfeer opgezocht. Een tropische paradijs, een plek waar je kan genieten van alles wat Suriname te bieden heeft. Torarica Resort. Dus ik wil bij deze even de kans nemen om een liefde op mijn vrienden van Torarica te gooien. Dat ze hebben gezegd van Gilly, tikka olo over. En dat is precies wat we gaan doen. Zo, let's talk love. Want wanneer het op de liefde aankomt, is het net zo mooi, zo lelijk, zo moeilijk of zo simpel als jij wilt. En tiede we oren simpel. Mimang. Mr. Tapa Bangstel, simpel, ja, in Gilles Love. Yes. En ik geniet nu al, Mimang. Alleen het idee al dat eindelijk gaan we je zien aan de andere kant. Ja. En ja, dat in Gilles Love. Ja, het is een beetje vreemd voor mij, maar ja, we gaan het proberen. Het voelt anders, toch? Ik ga kijken of je kan inhouden en of je niet toch stiekem die rollen gaat omdraaien halverwege. Nee, maar het kan, want het is een gesprek, hè? Mm-hmm. En dan pakken we de liefde als onderwerp. Mm-hmm. Kom tegen ons aan. Is dat zonder dat we willen oefenbonden? Omdat... mensen zeggen me, ik kijk op een bankstel, dat YouTube timing, die je loopt toe. Mm-hmm. Ik deed de man beveel aan, toch? Aanbevolen, ja. Iemand anders zei me ook van, ik kijk naar jouw ding en er is nog een programma, wist je dat? Dat heet op een bankstel. Ik dacht, ja man, als je hoeft me dat toe. Ja. Dus het is een beautiful thing, gewoon al vanaf het begin. Mm-hmm. Hey, Luko, we zitten hier als twee supersterren. Ik ga een voorstel doen. Mm-hmm. Poporumbre. Ja. Maar dan wil ik, wil ik mijn gezondheidsbril wel opzetten. Oké, doe dat. Ja. Jeff, als je mijn tas kan pakken. Dat je gewoon serieus man. Ik zie mijn biggie regisseur. Hey. Boy, dat lijkt me. Hey, dank. Kijk, Jeff. Hi. Want dadelijk, want meestal, wanneer je een zonnebril opzet hier in Suriname, dan vinden ze, heeft gerookt, zeker in iReady, heeft gerookt. Oh, ze gaan iets bedenken. Ja. Hey. Dus ik ben een gezondheidsbrilman. Hey, wacht, misschien wel meneer door. Je kan vragen hoor. We zijn nu aan het opnemen, dus ideeën. Oh. Ik ga je helpen denken. We hebben dorst en we verwachten twee cocktails. Mooi man. Okay. Fijn ding. Lucien, ideeën. Officieel. Jere, men wacht daar als een cocktail. Abo. It's a beautiful thing. simpel. No, mooi. Dus eigenlijk, we zien simpel. Je nou een interview man, mina een takkie man, want ik wil het nooit bestempelen als interview. No. Ik zie dat jij dat spelletje ook door hebt. Jij hebt door van liever een gesprek dan een interview. Ja, interview is te strak. Is te strak toch? Is te strak. Gewoon een gesprek. Ja. Een babbel. En dat is wat we vandaag gaan doen. En dan zoomen we in op de liefde. Mm-hmm. En dat is breed natuurlijk. Mm-hmm. We kennen je, tenminste, laat me zeggen hoe ik het ervaar. Mm-hmm. Ik ervaar je als een gezellige man, alop taki. Hij durft ook ergens te gaan om te kijken of zijn gast bereid is te delen en het lukt je ook. Mm-hmm. Dat betekent mensen zijn gewoon comfortable, mm-hmm. precies op zo'n plek bij je. Mm-hmm. Alleen, toch ken ik je niet. Mm-hmm. Sumanama echt. Ik wil daarachter komen door je een paar vragen te stellen. Uh-huh. Of sterker nog... ik ga een zin uitspreken en jij moet hem afmaken. Okay. En zo hoop ik beter te leren kennen wie je bent. Okay. En maar natuurlijk met mijn ogen gericht op liefde. Vijf eigenlijk hoe vrede. No. Ik luister naar die vraag. Oké. Oh, je ready. Ja, ik ben ready. Je ready. Uh-huh. Ja, en zo wil ik je beter leren kennen. Oké. Okay. Ja? Dus als ik zeg... ik ben niet de nummer 1 playboy. Maar met deze move of deze takkie... Mm-hmm. Score ik altijd. Fufangawan dame. Is misschien mijn lach. Je lacht, ne? Mijn lach. Ze vallen altijd op die lach. Maar God, je houdt van lachen. Oh, ja. En dan begint dat gesprek. Oh, maar dan is het je humor ook, hè? Ja, humor. Dus dat betekent dat
Wanneer je komt met al je humor en als man laf, dan zeg je af. No. Nee, dat weet ik. Dat pijn hem go. Dat pijn hem go. Je ano roko. Dat kan je verdwijnen. En dat weten vele mannen niet. Die bonko aanzet, toch? En aan het tikkie. Weggaan. Ga niet forceren. Ja. Dat ben ik weer. Maar het is niet dat je ego is geschaad. Dat ze zegt, je lacht niet om me. No. Maar jij no, ziet no, van, no, jij no, bent no, gewoon niet voor mij een match. No, ze is eerlijk. Mm-hmm. Ze is eerlijk. Dan ga je uit de buurt. Dan ga ze gewoon trouwen. Uit de buurt. Klaar. Ik hou van vrolijke mensen. Oh, dat ding. Ja, ik hou van vrolijke mensen. Dus jij zou niet kunnen gaan met een dame die visueel alles heeft waarvan jij houdt. Mm-hmm. Maar ze is strak. No. Het is moeilijk. Je moet naar Nikeri rijden, maar dat je weet dat oh ja, je ziet het al voor je aan Euroko. Lukt niet toch aan Euroko. En Euroko, als ik iets vertel, wie is aan haar zo toe? Je want smile. Dat. Weet je? Dus ik hou van vrolijke mensen. Maar is ervaring, je zal het meegemaakt hebben dat je visueel, je ging voor de look. Ja. Maar dan zeg je haar persoonlijkheid. Ja, ik heb in mijn jongere jaren heb ik het vaker meegemaakt. Met mijn bigger make ruimte, want misschien was je iets aan het doen. Jezus, zo weten wat ik lust. Ah, want luister, we zijn in Torarica. En we zijn matties hier en ze willen ons verwennen. Oh, okay. Dus mag ik zo meneer zijn. Torarica ken mijn smaak, boy. Ik zie. Ja. Oké, hij valt aan mijn man. Sada Yune? Cyrano. Je jeetje van Cyrano toe. Ja, Cyrano. Cyrano, wat hebben we hier? Pronto Loco. Pronto Loco? En boy, dat is zo erot draai. Dat is wat gaat gebeuren. Aha. Rum, Kalua. Jezus. Ja, man. En alleen bij Torarica vind je het, ne? Jawel. It's a beautiful thing. Is een signature dringen. Ja. Jouw wijk af in. Oké, dan sabi. Dat is sabi toe. Ja, dat weten we net. Dat je nergens anders hoeft te gaan bij Torarica. Torarica alleen. Ja. Je kan haar presentator stakiba. Jeff, kom oren maar in de gaten. Ja, dat moet je maar over. Hey, laten we proosten. Proost. Tap toe Sranamang, zij doet de Egi Sani. Ja. En represent Sranang, tap de Egi manier. Wat vind je ervan? Jij dringt hierbij, nee, wacht Timmy. Hey, is heerlijk. Ja, door. Ik ga zo je nog doen. Je gaat zo doen? Ik ga zo je nog doen, boy, het is heerlijk, boy. Mijn baarde man zijn het helemaal gewoon dadelijk. Ja, oké. Oké, dus ik kan grof drinken. Ik kan grof drinken, ik kan grof praten. Je kan jezelf zijn. Ik ben altijd mezelf. Toch? Ja. Dus we hadden het erover dat je rijdt wanneer ik keer, dat je een tak in mijn logra op de astma. Of nog erger, dat is door in een telefoon. Hey! Is disrespect, daar toch? Daar ga ik je bami laten gaan kopen. Daar rijd ik weer door. Hey, ik vind dat disrespect. Ja. Kijk, we leven nu in een tijd. Ik ben altijd zo geweest. Trouwens, meiden die me kennen weten dit. Maar we leven nu in een andere tijd waar het bijna moeilijk is voor een loeko in die telefoon. Ja? Dus ik ben een beetje toleranter erin geworden, maar niet helemaal, maar vroeger. Mm-hmm. Als je bij mij in de waggie zit, je noemt gewoon je telefoon, ik ben niet jouw taxichauffeur. Zet die telefoon weg, is dat takang aan man? Wanneer je zonder mee bent. Ja, klopt. Klopt helemaal. Het is onbeliefd, het is asociaal. Asociaal, disrespectful. Disrespectful. Weet je wat we zeggen? Je zit met mij, maar je bent niet met mij. Is dat weer toch tegen dikke naar telefoon? Sorry, maar doen we onprofessioneel zijn, maar staan shooting man. Even. Ik dat moet doen, toe. Sama takbaka, koko loko. Mm-hmm. Eerste gedeelte, ik klink vreemd, maar als je loko eraan plakt, zitten we goed. Ai. Oké. Dus die takkie van jou is je humor, want daar ging het over. Die zet je in, werkt meestal. Of ben je zelfverzekerd genoeg om te zeggen, altijd, I put my money on it. No, meestal. Meestal, ne? Meestal. Ik ga niet zo dingen doen, arrogant doen. Meestal werkt het. Ja. Want ik werk met je gezichtsuitdrukking, hè? Oh, je toch? Scan. Ik lees. Je scan. Ja, met scan. Aye. Dus die scan, daar zit ik van, als Madisi. Soms is het om je vriend is een smart te zijn, hoor. Je go shoppen of je gaat, hoe dat weer, netwerken. Mm-hmm. Dan kan je direct scannen van, Amandis nou een moxie naar mij. Zuiver. Is dat weer toch? Je bonk wan set. Ja, ik zie. Dan zit ik Amandis lafoe. Alles mij lafoe. No, dat ga ik niet meer forceren. Ja. Dan weg terugtrekken. Retreat. Oké. Mm-hmm. We blijven even in die maak de zin af. Maar je ziet je rokken, toch? Zo beginnen we je te leren kennen. Nou, ik ga een model meer dat mijn loeken te bang zijn. No, una brada. Una media brada. Kijk nou. Ik zeg, het mag. Mm-hmm. Het ligt in het verschil. Juist, als stijl. Als stijl.
niemand kopieert van een ander. Dat als je dat precies is. Kopieert, dan ben je een lummel. Ja, ja, ja. Maar je mag, ik heb afgekeken van Nederlandse tv. Mm-hmm. En het mijn eigen saus gegeven. Eroverheen gezet. Dus, ja. Je mag, je bent en vrij. Plus, het is moeilijk om iets helemaal nieuw te ontdekken. Nee, alles is al bestaat gedaan. Niet. Alles is al gedaan. Ja, we ja. Zei, je gaat die wiel niet opnieuw kunnen ja. Uitvinden. Ja. Je gaat afkijken. En dan je eigen saus van maken. Kom dat ik afkijken. Je laat je inspireren. Juist, inspireren. Kijk, en naar je eigen saus. Kijk, mensen, weet je, en dat hebben we vaak hier in Suriname. De mobbing belly. Simpel, je hebt concurrentie. Uh-huh. Is geen concurrentie. Nee, nee, ja, klopt. Is geen concurrentie. Want dan gaan ze je opjutten. Als je dom bent, ga je erin. Nee, nooit niet. Dat je begin. Go, probeer voor. Kijk af no voor Atraman, wat hij nieuw doet. Want die andere is vers, jij bent al lang bezig. Toch? No, gewoon jezelf blijven. Ja, ja, ja. Ik zeg altijd, de persoon die dat programma presenteert is belangrijk. Ja. Toch? Ja. De presentatie, hoe presenteer je het? Maar voor de rest, meneer Spire, bel, okay. Je gaat scrum bellen. Hij is een beautiful thing. Mm-hmm. We gaan nog even door met Maak ja. De Zin Af, zoals ik zei, de volgende. Mm. Maak de zin af, ja? Ik ben niet de perfecte man. Maar als er één ding over mij gezegd mag worden, dan is dat... Die, ja, begin, dingen is mooi. Ik zeg altijd, dat zeg ik altijd, ik ben niet de perfecte man. Maar als het aankomt op... ik moet voorzichtig zijn met mijn woorden. Zei je Lukuna? Ja, die vrouw kijkt. Eén ding wat ik wel heb, dus naast het niet perfect zijn... is zorgen voor mijn omgeving. Omgeving. Om je heen. Mijn omgeving, juist. Ai. Ja. Oké. Okay. Ja. Die krijgen een simpel te zien die niet iedereen krijgt te zien. Nee. Die nee. Zorgzaam, hè? Ja. 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 Ik hoor van wanneer, als ik lach, moeten hun ook lachen. Als het goed gaat met mij, moet het ook goed gaan met hun. Mm-hmm. Weet je, ik vind het sneu als je, als het... Als ik een Mercedes-Benz, hoe roep je die klasses? Klasse 6. En dan Amang Ewaka. Ik heet geen simpel, maar ik ben een simpele man. Ja, van ik ben nodig. Simpel. Ik heb niet veel nodig. Ah. Ik heb niet veel nodig, maar ik maar hoor if van wanneer... Juist. If bijvoorbeeld mi bel de man, mi guatapsi, we gaan naar tapsi. Mi wan guatapsi. Dan hoeft niemand geld bij te zetten. Ja. Toen. Ja, ja, ja. Dat no man af put money, hey, wat gaat op zee? Iedereen moet het moet gewoon leuk zijn. Ja. Is dat wie? Dus dat ben ik. Ik ben, niemand is perfect. Ik ben helemaal niet perfect. Ik ben nog compleet no one perfect man. Ja. Maar wat ik wel, dat heb ik wel. Ja. Dat heb ik wel, zorgzaam. Mooi. Zorgzaam, om mensen om je heen. Ja, ja, ja. Ja, want dit is, kijk, dit is wat ik herken. En dit geldt voor iedereen die in beeld is. Je ziet wat me lafoe of dit is. Natuurlijk is het geen ek, is diegene is dat, maar het is hoe dan ook bij mij, want ik ben een real man, ik zeg het zo vaak hier, maar hoe dan ook, het is ook een beetje vergroting van die gedeelte van jezelf, want je bent toch aan het presenteren. Maar voor Sabwama echt, dan moet je in zijn omgeving kijken. Ja, ja, is dat ja. Niet toch? Mijn moeder heeft dat iemand moeder altijd geleerd. Wees me wie je vrienden zijn, dan zeg ik je wie je bent. Ja, ja, ja. Aan moment is je allemaal moxie naar een... Zoang, kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Een Creoolse jongen die op Saramak is opgegroeid. Als hij Hindustans voor je praat, je denkt dat ik nou een Hindustani door de telefoon. Omgekeerd, een Hindustan op floor, in Flora. Nou, waka mayo kisi. Mis op dit soort mannen. Is op dit soort mannen toch, dat bedoel ik. Dus mijn moeder zegt me, heeft me altijd geleerd, wees me. Wie je vrienden zijn, dan zeg ik je wie je bent. Ja. En dat heb ik altijd meegenomen. Een gezonde, ik hou van gezonde omgeving. Geen toxic shit. No. Geen haat, geen negativiteit. No. Zolang je misschien als aan dat ik kom, je tek afstand? Dan moet je eruit. Okay. Moet je eruit, met poeri direct. Dan moet jij die cirkel. Ja, ja. En dat is zelfliefde, hè? Ja, ja, ja. Dat ja. Is zelflof. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Weet je, voor mensen, het klinkt zo simpel, maar sommige mensen kunnen geen nee zeggen. Hè? Sommige mensen kunnen niet voorstellen dat ze dingen op hunzelf moeten doen. Ja. Ja. En misschien moet je heel lang alleen zijn. Ja, 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 ja. En sommige ja, ja. Mensen kunnen dat gewoon niet. Het is geen oordeel. Het is ook niet makkelijk. Gilly, ik kan de hele dag thuis alleen zijn. Boy. De hele dag thuis alleen. Miwang.
If I frog where je hoort me. Is dat heus rustig? Yeah. Want als zij thuis is... Misschien schakel even. Ja, misschien dat je schakel even. Nee, als zij thuis is... Dus jij wilde zeggen, dan heb ik eindelijk rust. Rust? Dacht, no. Dan is dat huisrust. Ja. Huisrust. Ja. Maar, waarom... If Ada Oso en ik edit bijvoorbeeld... Ja. Dan, als ze gaat liggen bijvoorbeeld, dan kom... Kan je het minder luid zetten? Ah, ja. Dan minimaal 4 next morgen. Ja. Weet je, en dat soms wees ik er ook hoor, kom lezen. Ja. Kijk wat die mensen schrijven, mijn geluid is slecht. Ja. Gewoon omdat jij wou rusten. Ja. Dus daarom, wanneer ze weg zijn, is dat huis van mij. Ja. Is dat huis van mij. Thuis bijvoorbeeld, als die kinderen ook thuis zijn. Mm-hmm. Die tv, voor de voorkamer is niet meer van mij, die moet je niet overdrappen. Ik kan me voorstellen. Dus, ik hou ervan om alleen te zijn. Yeah. Ik geniet van het alleen zijn. Mm-hmm. Omdat je ook minder in problemen komt. Ik ben niet iemand die de hele dag op straat gaat hangen bij vrienden. Go naar Oso, no. Ja. Loopt te miwa. En dan kan je ook tot jezelf komen, tot jezelf praten. Mm-hmm. Dus heb je toch dingen bedenken. Belangrijk. Want hey, idee in Djugo eigenlijk. Ja. Hey, simpel. Nu heb je een moment voor jezelf. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen. Mm-hmm. By the way, even horen, een hele hoop geluiden, wordt gewerkt. We zijn buiten in Suriname, in Torarica. Heerlijk. Dit is Suriname. Dit is vooral voor de Spotify-luisteraars. Je hoort het geluid, we zijn buiten, heerlijke omgeving. En je kan het niet zien, we drinken hier een heerlijke kokoloko van Mambekaring van Torarica. Heerlijk. Je moet het zien, dus ga naar YouTube als je aan het luisteren bent. Wanneer je klaar bent met luisteren, heren. Ik ga ook een slok nemen. Ziet het er een beetje mannelijk eruit? Anokel. Ja man. Hoi. Oké. Zorgzaam en simpel. Mm-hmm. Die zijn omgeving beschermt door afscheid te nemen als hij merkt van die energie nu boem. Belangrijk. Mm-mm. Ja. Positieve energie. Ik zoek altijd naar positieve energie. Ja. Tim ziet dat hij zet om gewoon negatieve dan weg. Mm-hmm. Maak de zin af. Aha. In deze fase van mijn leven waar ik nu ben, heb ik vooral behoefte aan rust. Ja, de eerste man zei dat ik aan rust. Rust, hè? Rust. Ja. Rust, echt rust. Omdat je bent constant bezig. Ja. Je bent constant bezig. Je wil bezig zijn. Maar in het bezig zijn heb je sommige momenten waarbij je zegt van... Hey, sang. Boy, als ik nu ergens op een beach kon zijn. Ah. Weet je, voor die rust. Want het leven is druk geworden. Ah. Het is verschrikkelijk druk geworden. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Waardoor je echt smacht naar die rust. Wanneer ik praat over rust, want sommige mensen zien mijn programma's. Maar dan denken ze dat je aan het genieten bent. Ja. No. Nou, roko. En hard ook. Ja, je bent aan het werken. Uh-huh. Ze zien het als je gaat weer chillen. Ja. Maar het is geen chillen. Het is... Wanneer je zo bezig bent, want ik schrijf niet. Ik hou niet van schrijven, dingen, strakke dingen. Ja. Ik ben het moment bepaald. Mm-hmm. En mijn regie zit in mijn hoofd. Mm-hmm. Dus wanneer je zo bezig bent, wanneer je klaar bent met dat programma, dan is het weer inpakken om weer naar de stad te gaan. Yeah. Om een ander project op te pakken. Mm-hmm. Dus zo ben je door bezig. Yeah. Verleden heb ik hartstikke door, want ik dacht ook dat het chillen was. Totdat ik heb gezien van, hey, no. Oh, in het begin, je dacht van, chillen, ja, leuk. Ja, dacht, leuk, no. Chillen. Maar dat je moet... je zei van, hey. Ja, toch. Oi. Ai. Want mensen denken, je takkie. Je wordt moe hier. Toch? Dat de onderschat. Weet je wat het betekent om, ze weten het misschien, jij weet het ongeveer. Ai. Om een iemand die je helemaal niet kent, mm-hmm. dat je een gesprek met die persoon moet gaan voeren. Ja. Je weet niet hoe die man in elkaar zit. Precies, ja. Sommige mensen... Wanneer ze vraagt, is het ja, midden. Sommigen bieden zich aan. Yes. Maar het moment dat ze drie dingen hier zien aangaan. En dat die drie tellen horen. Ja. 3, 2, 1, klappen ze dicht. Aye. En dan moet jij nu dit gaan gebruiken. Precies, want je wilt ze weer brengen. Juist. Jullie dat voorgesprek hadden, daar wil je ze weer brengen. Hey, kijk, dus... vooral jij is Rana, dat komt tegen ons aan. Vroeger filmde ik hier ook. Daar ging ik met de camera op pad. Dat is lang geleden. Mm-hmm.
Dan kan hij misschien wel een boy op flex zien. Dat ik, hé, mijn man. Mijn actie was even die camera, we zenden uit in Holland. Maar dan, ja toch, hij flexie. Kom weer. Dan druk ik op rek. Wel, in Suriname. Maar heb ik die formeel. Ik hey, stop even. Hey. Wees gewoon jezelf, man. Ja. Wees jezelf. Het is veel leuker om naar te kijken. Ja. Rek, toch aan niet lukt. Wat we hier proberen... Hey, nee, dat... No. Oké, Kolibas. No. Jezelf zijn is jezelf een krachtige zijn is het... tool. Wat, weet je, moois. Hier in Suriname... Ja. Ik ga vaak dat woordje gebruiken, hoor. Hier in Suriname... No, mooi. Zeggen we... Hebben vele mensen maskers op. Mm-hmm. We lopen vaak genoeg met maskers. Wat niemand wil zichzelf zijn. Als je die persoon ergens meemaakt, vaak genoeg is het, zijn ze bang één camera. Wanneer ze camera zien, willen ze zich anders voordoen. Ja. Toch? Terwijl ze dat niet zijn. Ja. Je gaat naar plekken en dan zie je sommige mensen en dan rennen ze weg, ze gaan schuilen, want simpel mag men niet zien. Oh. Ja toch? Iemand van de, ze zien me als iemand van de pers. Okay. Weet je, simpel mag me niet zien dat ik zo ben. Ah, ja. We hebben vele van ze hebben maskers op. Terwijl je ten aller tijde jezelf moet zijn, is het beste dat je kan doen. Maar, wat is de reden dat dat zo is, denk je? Er moet een reden zijn. Ja, er is een reden. Omdat, kijk, ik wil het voorzichtig uitleggen. We velen, laat me niet zeggen velen, paar leven boven hun vermogen. Ja. En soms als je ziet waar ze, wie ze echt zijn, mm-hmm. is het een schande voor hun. Zo ervaren zij. Ja, zo ervaren zij. Zwaar, ja. Ik weet waar je het over hebt. Je begrijpt me? Ja, 100. Ja. En specifiek hier in Su. Ik weet niet van het buitenland. Als ik zeg ik weet waar je het over hebt, dan heb ik het over hier. Ja. Want ik was een keer in contact met een dame. Daar. Met tegen voor. En dit is nog voor echt social media zo. Met tegen voor mij kwam foto game, zin in game. Mm-hmm. Later kwam ik erachter waarom het zo lang duurde. Dingen duren vaker lang hier. Mm-hmm. Maar waarom het in dit geval lang duurde, is omdat. Als je een background ja. Ik ben op zoek naar een mooi background. Ja. Anders heb je maar kan je bereiken op Holland. Ze weten dat ik een simpele doel ben. Simpel, op dit moment heb ik 2 sikas in mijn voeten. Is dat lekker toch? Is heerlijk. Ja, man. Ik kras in de ja, hey. Is die erg als je het wel bent, maar ik ben dat niet. Ik ben een hele simpele doel. Dus voor mij hoeft dat allemaal niet. Voor mij wil ik zien wie je als persoon bent. Ja. En ik vind je het mooist. Zonder jugo. Mm-hmm. Kan je een dame denken? Wanneer was je jarig? Sorry. Maart. Oh, maart. Eind maart. Sanik, zei je she? Is je wel leeuw? Blijkbaar, simpel naar een lukumang. Is je wel leeuw? Maar leeuw, nee. Ik ben een ram. Oh, ram. Ai. Nou, is je wel leeuw? Je hebt zelf de... Ja, maar ik zie wel zelf de dingen. Ja. Dus eenvoud ziet de mens. Dus eenvoud ziet, luku. Een dame en ik modder en zo. Leuk allemaal. Wat eyeliner zijn niet. Dan is je dame de asmano lop. Ik word al helemaal enthousiast. Je bent nep. Nee, ik wil niet daar gaan. Ja, ik wil maar wel daar gaan. Weet je waar ik enthousiast van word? Als ik een Surinaamse dame in een pangie zie, dan heb je me al. Ja. Dan heb je me. Ja. Dan heb je me. Ik zeg je... Dat is een boodschap. Je bent nep. Ik zeg je bent nep. Ik zeg je bent nep. Je bent ontevreden en je bent ondankbaar. Omdat vele vrouwen... Surinaamse vrouwen hebben niets nodig. Mm-hmm. De mooie... Ze hebben geen haar nodig, geen nep haar nodig. Ja, ze hebben geen make-up nodig. Lashes. Lashes. Ja, in alop dinner. In alop de wiper. Ik hou niet van die wiper. Dat ding lijkt soms op een regenboog. Hoe dat ding? Dakgoot. Parasol of dakgoot? Dakgoot. Hey, ik kan je de vrouw raakt dat op. Sorry. We hebben het al een keer over lashes gehad. No. Sorry, dat ding is niet mooi. Het is niet mooi. Kijk, jij vindt het niet mooi. Ja. Ik vind het niet mooi. Geen enkel vrouw hoeft mijn hart te winnen met dakgoten. Dakgoten verkoopt 82 treding. Hierna, Gilly. En iemand is sponsor bij jou, maar oké. Ik kan niet wat doen. Nee, ze sponsoren mij ook niet, maar sorry. Hierna. Een dakgoot maakt je lelijk, terwijl je geen dak, sommigen hebben geen dakgoot nodig. En sommigen zetten
Dus dan een dakgoed, hè? Een dakgoed langer. Een lange tak, normaal op. Ik heb eentje gezien, toch? Ik wil me een foto maar laten, ik dacht van wat ga ik met die foto doen. Toch? Ik wil me een foto, permissie op je forceer, ik zoals bij een verkeerslicht. En daar is op je staren om je heen, toch? Dan is je op ching. Dus het viel me direct op. Op je vetangen ei. Vetangen ei, dat ding is zo. A heavy. Het is zwaar gewoon om mee te doen met de mode. Je hebt het gezien bij een buitenlandse artiest. We moeten het ook terwijl een Surinaamse vrouw. Hey, we hebben de mooiste vrouwen. Hey. Gewoon zonder make-up. Die panje waarover je het hebt. Ja. Een Javan en de Fayakarasani. Sarong. Look, I'm gelukkig zo. Hij zit er al voor. Hij was er even. Ja toch. Isabi. Dat vinden we mooi. De cameraman is er even enthousiast. Ja toch, is dat genoeg. Dat is het. Ik hou van, ik weet niet, maar ik ben gek op een Creoolse vrouw bijvoorbeeld. Uh-huh. Met de afro gewoon. Bijvoorbeeld, ne? Isabi toch gewoon met de afro. Ja, mooi. Weet je hoe mooi dat is om te zien? Dat je mij klets aan een wave, anders zet een pruik. Hey, misschien een dame met een paarse pruik op haar hoofd. Faya song. Code even eerlijk. Maar het is waar van zij houdt. Ik mag het daaraan niet komen. Maar met jou hoef je niet daarmee te verrassen. No, helemaal niet. Je wil gewoon zien mooi wat je haar is. Ik wil je zelf zien. Naar afro. Juist. Naar mooi plat sitcom. Even naar lange wieren, bikroren wieren. Whatever. Maar het moet van jou zijn. Dat soort vrouwen lopen me. Hoe heet ze? Klauw, ken je Klauw? Oh, een dame zei met de video. Heb je dat? Ja, helemaal kaal. Ik ben gek op die vrouw. Die vrouw is ook goed, hè? Maar, Asabi. Okay. Ik ben gek op die vrouw. Ja. Isabi toch? Ze is gewoon er zelf. En het staat er. Belangrijk. Het kan. Ze heeft geen pruik nodig. Ja, je actie met mevrouw kent me. Asabi. Mooi. Je hebt die weer kom. Hé, je bent er zo gezellig. Lek toe. Kom dan taxa motaki. Proost, mijn man. Ja, man. Hé, hij doet wat aan hier. Hé, het is heerlijk, joh. Oké. Je geniet? Ja, nog steeds. Nog steeds. Hoe gaan we door en maak de zin af, ja? Want Mimiki big up is Revi. Ja. Ik ben niet de perfecte mama als er één ding. Mijn slechtste eigenschap waaraan ik nog moet werken is. Is. Vertrouwen. Vertrouwen. Je vertrouwt moeilijk. Ik vertrouw moeilijk. Niet. Ik vertrouw moeilijk. Ik vertrouw moeilijk. Is misschien wat ik heb meegemaakt. Ja, tuurlijk. Maar ik vertrouw moeilijk. Ik heb veel meegemaakt waarbij je iemand vertrouwt, blind vertrouwt en aan mijn nakje een klap. Mm-hmm. Of als mijn nakje een klap. Mm-hmm. Dus dat is nog mijn zwakke punt. Ik moet blind kunnen vertrouwen. Ja, maar jij wil dat wel. Dus ondanks je teleurgesteld bent op sommige momenten, weet jij nog van, maar vertrouwen moet er zijn. Ja. Okay. Het moet er zijn. Omdat ik kom vaak in problemen met dat stukje. Waarbij je die persoon wantrouwt. Maar gewoon omdat je bang bent. Dan ga je een handeling plegen. Mm-hmm. En dan later je ziet dat van, hey shit. Mm-hmm. Het is niet zo, boy. Ja. Begrijp je, man? Je komt met hele hoop vooroordeel. Of vooroordeel, juist. Waardoor je in elkaar situatie broeia. Ja. Vertrouwen, oké. Okay. Mm-hmm. Nee, want ik ben werkelijk veel gemeen. Maar alleen, ik ben niet daar dat ik zeg van, ik accepteer het. Dat ik niet makkelijk vertrouw. Nee, ik accepteer het. Jereno, kijk, ik accepteer het. Maar wanneer ik het heb geaccepteerd, dat wil zeggen, ik ben gaan checken. Ik ga volgen dat mensen zeggen van, want ik ben weer niet zo. Ik kan gewoon sorry zeggen, pardon. Yeah. Het was niet zo bedoeld. Want sommige mensen kunnen dat stukje sorry kunnen ze niet uit hun mond halen. Maar ik kan wel bij je komen en zeggen van, hey, sorry hoor, pardon, ik heb het verkeerd gezien. Dus maar dat is wanneer ik heb gezien dat ik werkelijk je zomaar de schuld heb gegeven. Mm-hmm. Dan ben ik wel groot om te zeggen van, hey, pardon. Okay. Isabi? Ja. Moet er ook zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Eerder zei je, mensen hebben maskers hier in Su. Mm-hmm. Als we het gooien op de liefde en vrouwen,
aangezien we op vrouwen vallen. Mm-hmm. Heb je dat idee ook bij vrouwen? Wat? Los van de dakgoot, dat ze een masker op hebben wanneer ze, wanneer het tot in relatie tot man komt. Ja, ik heb het over die vrouw. Oh ja, had die masker. Ja, ik had het over die vrouw. Okay. Die vrouwen van Suriname. Ik heb het over die vrouwen van Suriname. Okay. Ja, daarover had ik het. Ze, dat zeg je toch, ze doen zich anders voor. Oh, wat ik zei, en toen zijn we verder. Oh, ja, ik dacht dat het over Surinamers algemeen. Ze doen zich anders voor. Wanneer je in no contact met ze komt, dan zie je wie ze zijn. Ja, 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 ja. Dan komen die klauwen naar buiten. Ja, ja, ja. Toch? Ze, wanneer je bijvoorbeeld naar die vrouw kijkt. Eerst begint met een blik. Ja. Je kijkt naar die vrouw en je zegt van, hey, deze moet ik een Hoog-Hollands. Ik moet met een... Zijn een Hoog-Hollands bakken? Hoog-Hollands is... Is dat een Hoog-Hollands toch? Maar mijn jongen, hier is iets wat we gelijk kunnen veranderen. Zou je kunnen tutoyeren? Nou, hey, boy. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Zou ik je met je kunnen aanspreken? Is dat weer? Je zegt me go Google. Look for me. Wacht even. Noem me Google. Tutoyeren. Naar jij of Usain bakken? Ga je gang. Dus dat is het probleem. Mm. Als je bijvoorbeeld, ik wil een makkelijk voorbeeld geven, een kennis maakt met die dame, gaat altijd moeilijk gaan. Want ze gaat eerst kijken wie je bent, yeah. Waar je, met wie je vrienden zijn. Dan praat ik over die met masker. Hè? Ja, ja, ja. En als je stevig bent, dan otakangai. Weet je wat ik heb? Weet je welke richting ik ga? Stevig ben? Nee! Oh. Nee, nee, nee. Welke richting ga je? Gold diggers. Ik wilde net een opmerking maken, want ik hoor iets niet. Als je money hebt, dat is het. Want wat ik heb ontdekt. En ik hoop dat het mijn ervaring is, maar het komt wel over dat het in zijn algemeenheid vooral dit het verhaal is. Jaidi Sranang, eigenlijk wereldwijd hoor inmiddels, want mensen worden beïnvloed door televisie en dat soort dingen. Maar laten we het even op bij Su houden. Ah nee, gom even als maar vind je leuk, je humor hangen dit soort zijn. Ik kan humor, je kan eruit zien zoals die sma wil. Ik vind na money, vervalt alles. Amen. En ik begrijp het wel, ik kon er moeilijk, aye. Maar... Toch is het verdrietig, want ik geloof in de liefde. Aha. Kijk, wat zeg je? If you look at me. En je denkt, leuke heer. Mm-hmm. En je gaat proberen te dikken van, maar wat is zijn amasta, amamuna. Laat me heel die teleurstelling bij je weghalen. You know, een pina boy. Amen. Ik ben op heel veel vlakken sterk. Ja. Maar op die vlak ben ik niet per se wat jij misschien zoekt. Ja. Ja. Want ik vertrek vanuit liefde, vanuit mijn persoonlijkheid. Ik wil voorzichtig praten, want hier in Suriname zijn we rancuneus. Niet alle vrouwen zijn zo. Maar met die situatie in het land heb ik gemerkt dat die kleine jongen van 10, 11 jaar, het gaat moeilijk voor zo'n man worden. Later, hè? Later. Omdat nu al die kleine meisjes bijvoorbeeld staren op geld. Ja, je hebt het mooi gezegd. Liefde speelt geen rol. Liefde speelt geen rol. Ik kan mooi fey wani. No. Als die ene man die niet minder mooi is, met een pakje staat. Hij mooi direct. Hij is bekend, hij mooi direct. Mooi. Is dat toch? Liefde is gaan vervagen aan het demoro. Ja. Het gaat om, wanneer je met een dame nu praat, gaat het om money. Money. Wat heb je me te bieden? Ja. Ik volg die dingen soms op Facebook, hun statussen, hun teksten. Mm-hmm. Dan zie je dat een stukje liefde naar demoro. Schreef. Waar ga ik met een man zonder geld? Ja, 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 ja. Terwijl het ding is samen opbouwen. Ja. Nou, als aan dat... Loeko, ik dacht wel mooi, Sani. Want dat wordt hier vaak genoemd. Die meiden zeggen, en Loeko, is geen oordeel, maar dit is wat ik zie. En je mag zo zijn. Als jij daarvoor kiest, bewust, dan zeg je, het is liever hier samen opbouwen. Mm-hmm. Zodat ik kan teleurstellen, me laten te opbouwen op samen. No? Dat is ook waar. Dat zeggen vrouwen, bouwen samen op, dat je correspondeert. Het hangt er vanaf. Is dat beter? Ik zeg het hangt er vanaf. Ik zeg als je de vrouw liever heerst, ze willen niet meer samen opbouwen. Ja, nu pas praat je.
Ze willen niet meer. Graag. Die vrouw waarmee ik ben, mijn zoon is nu 25, ik ben meer dan 25 jaar met haar. Mm-hmm. En we hebben samen opgebouwd. En ik kan me nog heugen, we pakten de bus, zwangerschap, pakte ik bus, baby, Jamal geboren. Jamal met wieg in bus, samen opgebouwd, samen huis gebouwd. Weet wat ik heb gezegd? Mm-hmm. Want af en toe maak je fouten, we krijgen ruzie. Is dat weet je? En ik heb altijd gezegd, ik ben een man. Mm-hmm. Als er wat fout mag gaan, ik wil liever als je vrouw naar de ching. Ah, ja. Toch? Dan vergeet ik dat samen opbouwen, want ik ben in de fout gegaan. Ja, ja, ja. Maar mooi verwoord, nu kan je dat niet meer doen. Aan het ter moro. Als samen bouwen zijn die dat liever. No. En weet ik aan vrouwen zeg, je moet niet op een man wachten om jou op te bouwen. Begin jezelf op te bouwen. Dat heeft die man, jij hebt die man heeft. Maar als zelf opbouwen, is dat inclusief en mag gebruiken aan man die aan amoni voetbouw mij zelf op? Nee, daarom zelf opbouwen. You up you roko in een boot op een man. Want dat eigenlijk is, komt dat stukje komt vanaf ze zijn geboren. Yes. En dat wil ik praten over mensen die op mij lijken. Wij Creolen zijn zo opgevoed. Hoe? Een man moet een vrouw voor zorgen. Aha. Op zich niks mis mee? Nee, toch wel. Okay. Toch wel. Toch wel, want als je nu kijkt naar het genderbeleid, dan is het man-vrouw. Want die vrouw vindt dat zij ook mag werken. Zij mag ook werken, die man werkt, die vrouw werkt. Jij hebt je geld, probeer, want je begint met je diploma, is je eerste man. Gebruik je diploma om alvast iets van jezelf te maken. Wacht niet op een gilly, zijn geld. Simpel of gilly. Gilly Nabi, dat hebben we net van simpel gilly Nabi. Simpel ook niet, maar wacht niet op simpel of gilly's geld om dat huis van je te bouwen. Yes. Begin stenen te kopen met je eerste salaris. Maar dan gaat je dat oestrefne ondersteunen en samenbouwen. Je hebt zelf gezegd, nu niet meer. Ik praat over toen. Okay. Maar nu is het een andere wereld. Genderbeleid, vrouwen. Ik geloof ook niet in het genderbeleid. Ik wilde net daar naartoe gaan, want voor omdat mij kan wanneer je dat wanneer die auto kapot is, wie belt ze? Wanneer ze die band moet verwisselen, wie belt ze? Dus ik geloof niet in dat. Ik kan niet meegaan met het genderbeleid ding. Een vrouw is een vrouw, een man is een man. Een man is een man. Ja. Ik vind dat je wel in een bepaalde rol moet blijven. Ja. Ik vind het wel sexy. Als we samen opbouwen wat lijkt verloren te gaan, en we zetten beide in qua energie, qua denken en zo. Maar zij moet wel, dit is wat ik zeg, en ik ga het uitspreken ook. Ja, ja. Jij bent mijn queen, but you gotta realize that I'm the goddamn king. Ja. Dat naar mij. Ik wil niet zo ver gaan. Ja, mag. Maar ik wil niet zo ver gaan. Ik zeg... Je bent mijn queen. Samenspraak. Je bent mijn queen. Je bent te aller tijden mijn queen. Of vrouw en loco, hè? Nee, Gilly. Je wil me niet geloven, boy. Mijn vrouw kent me. Nee, maar je schreef lo ben zo. Samenspraak. Samenspraak. Ik roep mijn vrouw. In mijn telefoon moet ik je wijzen hoe ik dat roep. Ga je wijzen hoe ik dat roep. Goh, je mag het, sorry, je mag sorry. Het lezen. Sorry. Je mag het lezen. Wacht. Sorry. Mitte met dat kimi loopt, dat kan je bewijs. Bewijs, boy. Maar ik kan een receipt, lijkt het zoals die jongeren zeggen. Ja. Koluku. Wat staat hier? Lees aan en aan loopt. Basi. Hey, nou wat vind je nou weer? Ja. Zij is de baas in huis. Telefoon gaat af, Basi. Basi. Ja. Zij is de baas in huis. Weet je waarom? Temi vrouw bel me. Is je? Mim sorry. Ah, sorry. Oh, nee, maar bel me voor je. Paracetamol. Hoeveel? Hij had niet eerder. No. Nee, ik kan zo praten wat bijna vrouw. Ik zeg Basi. Basi. Ja, nee, tof. Nee, mij nog Omdat die vrouw... Ja. Ik hoef eigenlijk niets te doen. Maar je hebt het omschreven. Het is ook bewezen. Zij verdient die titel. Ja. Zij heeft die titel. Ja. Opbouw op samen. Opbouw op samen. Amitjo, je zei net, wieg alles in bus. Ja. Postapa bangste ala sotsani. Dus het is waard, het is bewezen. Ze heeft alles met mij meegemaakt. Dus daar verdient ze geen queen, maar die Basi. T.M. Bell. Je stop. Op. If I bel nou, je stopt. Hey. Gilly. Gilly.
Not take off. Je gaat zien if Abel per ongeluk. Na 80 lees hij bel. Zolang hij dat take off. Is dat wie? Dan wanneer je hebt opgenomen, zeg ik ben bezig. Oh, sorry. Okay. Is dat wie? Nee, maar die vier boeven, oké. Okay. Juist. Dus, die waardering moet je die vrouw wel geven. Ja. Als het verdient. Precies. Als het verdient. Als het, ja, als toch? Het verdient. Ah, ja. Maar wat je nu ziet, is dat vrouwen gaan, de meeste vrouwen, gaan voor die man moet een ding hebben, begin kapitaal. No, ik vind het leuker wanneer we beginnen van 0 cent. Zeg, ga jij weer zeggen van, ja maar dadelijk ik wil niet, maar je moet positief blijven denken. Het is wie neem je? Je moet eerst checken. Je keuze is belangrijk. Je keuze is belangrijk. Geldt ook voor vrouw en man. Vrouw en man. Ja, ja. Je keuze is belangrijk. Volg even wie die man is. Ja. Dat is het belangrijkste bij kennismaken, gesprekken voeren. Mm-hmm. Kijk op welke level ze denken. Het hoeft geen hoog niveau te zijn. Ja. Maar op het moment manga juist dong, Juan Tori en ik zie je praat over een boy, ik wil naar die show van Beur naar Boy gaan. Ja. Maak geen reclame. Maar, nou moet ik je lukken, dat van je. Waar zijn je prioriteiten? Mm-mm. Waar zijn je prioriteiten? Want je wil naar die show van Burn naar Boy gaan. Ja. Maar, je hebt bijvoorbeeld ben met de bus gekomen. Iedereen heeft dit, toch? Ja. Dan heb ik een citaat van. Je hebt prioriteiten, toch? Ja. Nou, Holland, toen je ziet jong boy. Jong meisjes, zie gewoon mensen die weer voor barkisu. Holland alleen. Voor barkisu. Hier ook. Maar in de bus. Maar je zit in de bus. Een vriend. Je prioriteiten liggen verkeerd. Juist. Een vriend. Ik heb een gesprek laatst met mijn zoon, gisteren met mijn zoon gehad. Ik zeg, wat zijn je prioriteiten? Mm-hmm. Die iPhone van 23.000 SRD of bij BEM gaan en stenen kopen. Boom. Iedereen heeft meer dit, hoor. Ja. Prioriteiten stellen. Omdat je aan morgen moet denken. Ik hou van mensen die denken aan morgen en overmorgen en zaterdag. Mm-hmm. Ik hou niet van mensen die denken aan vandaag alleen. Ah. Ik moet die schoen hebben. Mm-hmm. No, dat manga je een taki. Is dit bij mij dit hoor? Een man taki, een man doet zaak. Een vrouw moet eigenlijk ook een soort. Alibi moest libi mentaliteit? Hey! No, Aneroko. Je gaat precies daar blijven met die mentaliteit waar je nu bent. Ja. En dat is prima, maar dan moet je niet klagen. Nee, je mag niet klagen. Is dat beter? Dan moet je niet klagen. Je mag niet klagen. Nee, je moet maar je moet mijn hoofd ook niet komen vullen. Ja. In een kost spammy ede, takanego. Is dat beter? Maar dat Iwan go naar dansen. No fout. Jammer. Dat ben ik. Zie je, we leren simpel kennen. Etewan, ja? Etewan. Ja. Het type vrouw waar ik ver van weg blijf, is vrouw met maskers. Okay. Vrouw met een masker, ik ren voor ze weg. Ja. Aan moment manga je taki en ik hou van observeren. Ja. Observeren, je eerste look. Maar als dat nou de eerste kennismaking is, waar mensen sowieso niet helemaal alles geven. In een keer ruimte voel. Laat me zien wie je echt bent. Eerst gelijk aan. Je gaat bezig zijn met de persoon. Ja. Je gaat bezig met de persoon zijn, maar intussen ken je die persoon al. Die persoon weet dat je er kent. Ja. Daarom praat ik over masker. Okay. Jij kent die persoon al. Je kent die situatie van de persoon al. Mm-hmm. Nu hoef je niet veel te doen. Mm-hmm. Klik gewoon. Je moet gewoon weten hoe Gilly heet van zijn familienaam. Dan klik je gewoon op Facebook. Dan weet je al veel. Maar je kent de persoon al. En je meet als maar in een sessie. En dan zie je van, Nou, joh. Ren weg. Ja. Ik hou van, ik blijf het zeggen, ik hou van pure mensen. Puur, je moet puur zijn. Je moet me gewoon zeggen, hey, je hebt keihoofd. In een konanga, no one ben Benny. Gewoon, ik hou ervan. En weet je wie me zo heeft gemaakt? No. Basie? No. Wesje. Oh, Wesje. Wesje. Oké. Wesje was puur. If Wesje moest tegen dat je moet vertingen, gaat hij zeggen dat je mond steekt. Dus je hoort allemaal een voorbeeld eigenlijk tegen Mitsma van if je nou. Nou, if je nou puur. Oké. In een man moksi naar mij. Ja. In een man moksi naar mij. Je moet puur zijn. Je moet, rest in peace, Wesje. Yes. Legend. Respect. Is mijn legend. Legend. Is mijn guru geweest. Oké. Ja, is mijn guru geweest. Ja. Mooi man, mooi.
Look how simple, wat erin wat je zo. En ik moet me herstellen, want ze zijn jongen, mijn kara zijn koko loko. Nee. Ik ben vinden zo vreemd, waarvan mijn potassen zo en ik moet zo enthousiast met een koko loko aan de club. Als aan een kroto loko. Kroto loko. Kroto loko. En dat schiet. Ja man. Nu mijn potassen vreemd, ik moet nu mijn vierboom. Proost, man. Ik moet gewoon man tegen proost. Proost. Dat vind ik ook wel vriend, hoor. Hij heeft bier. Voel ik gewoon man in de ei. Amusu. Amusu. Maar gelukkig aan een kinkje dan tak, hé, koko. Kronto loco. Nee, aan een roko. Kronto loco, hé, waka. Nou, we hebben het gezellig hier. In Suriname, met Mr. Tappa Bangstel. Ja. En mijn doel is een beetje aan het werk om jou beter te leren kennen. Misschien van je denkie. En gelukkig is nou een man die openlijk lijkt niet gewoon. Nee, ik ben open. Toch? Ai boy. Wel eens in Gilles Loveline haal ik een, want er zijn miljoenen liefdesquote. Sabi toch? Ze zijn echt stereotyp, corny soms, maar dat klopt vaak. Ik haal dan een quote tevoorschijn, daar wil ik er samen op inzoomen met mijn gast. Om te horen wat jij ervan vindt, of je ermee eens bent of wat je ervan denkt en dat soort dingen. Vandaag heb ik een Surinaamse voor je. Ja, hè? Dat is maar looptakkie. Wat odo eigenlijk, hè? We zijn benieuwd. Want ze zeggen namelijk, de maar looptakkie, lobby brain in je ei, berouw sa oppo in bakka. Dat wil zoveel zeggen als, liefde maakt de ogen blind, maar berouw, verdriet of teleurstelling zal het weer openen. Komt dat eens zo. Laten we die brug maken hiermee direct naar gebroken hart. Kan je je eerste gebroken hart nog herinneren, man? Ja, man. Alas masasab misab tak. Dus dat ben je eye op. Ja, hey, bright toe. Bright. Wacht hier, naar Basie, ne? No. Oké, okay, no, dit is no, voor no, no. Basie. Basie, en daarom ben ik Basie dankbaar. Basie heeft me eruit gehaald. Ah, was okay. Helemaal fucked up, man. Hoe lang geleden is dit? Is jaren, is minstens 25. 25 jaar terug. Ai, ai, ai. 25 jaar terug, ik was nog jong. Isabi, dan Finwang. Mooi ptjing, ze was jonger dan mij. Wacht hier. Omschrijf ervoor, man. Want mijn man verstaan, man. Mix, Indiaan, Creole. Hey. Top. Oké. Okay. Ik zei, we hebben elkaar aan. Maar, hey, maar ik ben blij. Nou, een les toch? Ik ben blij dat het vroeg is gebeurd. Ah. Weet je waarom? Als het op latere leeftijd, opa Juro, Big Kill Juro, dat de man fuck op, de dig weer. Oh ja, oh ja. Dat is een onakitok. Tegen ook les aan een jong meid dat Timbrokoi Ati, je fuck op. Ja. Maar ik ben blij dat het vroeg is gebeurd. Heb ik die les vroeg geleerd. Hoe het om te gaan met de liefde. Maar wat is gebeurd? Sadu? Hey. Dat die Ati brok. Jereno. Sadu. Je denkt bij jezelf, Sanodu. 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 Ik hield verschrikkelijk van dat kind. Hey, helemaal. Alles was... Was dat de eerste keer dat die lobby echt voor je was gevallen? Dat je las controle? Ja. Ik had een relatie. Gweliba relatie. Dat die gewoon met het kind. Waarmee ik was, dus, een rustig meisje was. Karma. Een rustig meisje. Hey, ik hou niet van vrouwen. Zang if mitak A. En je zegt geen B. Je doet gewoon wat ik zeg. Mijn loopt een vrouw dat hij. Je moet tegenstribbelen. Nee, waarom? Ja, okay, een beetje gas terug. Terug. Yeah. En dat ontbrak. Laat me go fina trawang. Zang BD. En dat hij poes aan ons ergens. Hey, boy, maar God straf me. God straf me. No, God, dat was te veel. Dat was te veel. Maar wat is gaan gebeuren op den duur? Ik ben lobab ting. En ik wil het niet, maar ook zo. Vroes go drapen. Maar heb je bij de. Maar je weet, als een vrouw het niet zo breed heeft. En jij struggelt. En je blijft bij oudsteus. Probleem ook kon. 100. En ze heeft slechte vriendinnen. Probleem ook kon. Oké. Okay. Dan, als aan het begin met die adviseurs van de. Hey! Dan, mijn hossel. Ik was pombediende. Ik wilde die scoren vroeg. Begon te werken. Pombediende terwijl ik ben aan het tanken ben. Ik vergeet mijn papieren en zo. En als ik bel. Als ik bel, is het, niemand neemt op,
En als ik moeder bel, oh jee, zeg moeder me, nee, toen ik uit huis ging, was ze thuis. Ja. Ik zei, weet je toch, dus ik reed zelf naar huis, want ze is thuis, ze slaapt. Dus je moet op Rocco, even. Even, meteen die akkel tak van even, want ik doe een bronfingspapier, ik kom. Ja. Daar kom ik weer aan het werk. Maar dan okay, ik ga snel die papieren halen. Regua of zo. Moeder die me zegt, ze is thuis. Ja. Als ik thuis kom, aankom, is huis leeg. Ja. En als ik weg, die mijn papier heb genomen en ik wil weggaan, ja, zie ik haar aankomen met een see-by-fly-zak. Oké. Okay. Weet je wat een see-by-fly-zak is? Naar de Sanderij. Een Holland Mandoro. Holland Mandoro, dus is daar gaan slapen. Hey. Dus is daar gaan slapen, dus met daar... medeweten van mama. Mama Sabi. Mama Sabi. Maar Holland Mandoro. Hey. En dan niet spammy face die met no 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 trauma in de comedy trauma no en a see by fly saka dan Lucas see by fly saka dan sabik bam tak ma or washa sab so de give me so ik moeder je niet gezegd ik heb bij tante Irma geslapen. Oh no kro is dat weer ella bij ne club moro ella bij ne club moro met dat eh no en dan nog dan nog met dat van, weet je dus wat ik zei, weet je hoe ver ik ben gegaan? Uh-huh. Dit is interessant. Weet je hoe ver? Tangalanga, Matif Misrefi. Ik tegen. No. Oh. Nee, Matif Misrefi. Dus. Ik ben thuis. Ik ben ook aan Matif, ik ben thuis. Een chauffeur van Matif. Ik kon drapen naar Oso. Daarmee denk ik aan mijn konami. Dus mijn longo, voor ontvangen man. Hier aan mijn omi, tjauwans aan die... Ja, oh, maar dat is... Hey. Ja, toen heb ik gezegd van, hey, ik hield verschrikkelijk van dat kind. Hey, maar wat ik hier hoorde, ze was een beetje in denial van... Oké, okay, ontkenning van, oké. Okay, nee, no ik, accepteer, one... ik probeer het te accepteren. Ik, heb ben, dat zeg, ik ben zo ver gegaan om te zeggen van, minespang. Oh. Zolang aan mijn tang. Zo ver ben ik gegaan. Zolang ze bij mij liggen wanneer... Zo ver ben ik gegaan. Ik was helemaal... weg van haar. Alles was goed. En dat is dat zo? Ik weet niet of maar van waar is ze? Ja. Ze is van hier en daar okay, overal. Okay. Ja, blijkt. Maar zo was niet zo. Oké. Okay. Asan Sami bit take over. Mm-hmm. Maar het financiële is een rol gaan spelen. Het geduld is daar een rol gaan spelen. Daar hadden we het eerder over toch? Ja. Het financiële is gaan overnemen. Die slechte mensen om haar heen. Die de vriendinnen. De moeder zelf. Ah. Is dat weer toch? Ja, want je kan samen... Een masref is ken, hij observeert, hij leest, hij zegt, hé, dit gaat nergens hoor. Hé, die jongetje. Hier en die mij met kennis. Is dat samen maar doen. Oh, je bent een vriend geworden. Dan moet je voor schoolspullen zorgen. Direct? Direct verkocht. Oké. Okay. Met dat guy. Zo met setting, city. Wat is mij gaan also, mij gaan also naar mijn ma. Toen ik het niet meer kon. Ik kon volgen dat ik een gesprek aan met mijn mama. Ik dacht, boy, mama, probleem. Want die band heb je met je moeder waar je gewoon openlijk kan. Had je toen als jong boy. Ja, nog steeds. Ah, mooi man. Nog steeds. Mooi. Ze is nu wel een beetje ziek. Maar, tell me wanna power, ga ik bij mijn moeder. Dan, met hem, ik dacht van, boy, probleem. Zo breed, zo smal. Hier mijn mannen, euro kom naar huis. Kijk op wat je leek op een spook. Kom maar oh, dus je zag het ook gewoon. Zag het ook aan me. No, ik was verdrietig. Ja. Is dat weer toch? Al lobby zijn befini gwe. En ik zag het gewoon weggaan. Mm-hmm. En ik accepteerde het gewoon ook. Zolang ami de nanga yo. Dan heb ik die huidige vrouw. Vriendje. Vriend, hé, zo vallig. Mijn opa Tori naar Wesho, want Wesho was enige man naar zo betak. Hij had zijn problemen op een verkeer. En hij is allemaal eerlijk. En hij is eerlijk. Dat man tegen mij, die me tegen mij van, hé, boy. En ik go. En man tegen mij, dat ik moet tegen jou, Sani. En ik noem me, Sabi, dat ik go. Dat me vast aan een man. We waren daar voor de deur van Rode Roos. Dan mijn vast aan mama met hem aan tak van maar dat jana wat mati van je kan tegen mij. Aan tak Earl heeft mij betegen aan moment dat ik waren we geen vrienden meer. Weet je wat dat kindje zou zeggen? Omdat hij me niet kon vinden. Ja. En ik wil brieven. Ik zou er geloven. Wat ik hier hoor, je was helemaal in dat ding. Helemaal in dat ding. Hé, is dat zo'n poer me uit, hè? Basie. Want op den duur ben ik heb ik Basie zelf, want ik scharrelde al met Basie.
Want je weet, je gaat naar dingen zoeken toch? Aandacht, liefde. Waar je het wel kan vinden. Kan vinden. Dan kom ik met kennis naar een basi. Dat basi. Dan ben ik vertrouwen aan niet. Dan dat ik iemand tegen openlijk. Want ik was niet mezelf meer. Dan. Ik trek mijn schrift terug. Ik had een vriend hier op Tourtonne. Maar man beloopt dat me kon aan man herde aan mij bel me kami dat man goe wan dee wan herde dat ik naar de tv dat wan gado programma bij de tap tv want ik vocht met mezelf dat ik moet weg ik moet weg telkens zei ik moet weg maar ik ga terug maar is dat is mijn arkino is dat zat dit aki akroi dat dacht ik ook krooi. Maar het is geen krooi ik geloof niet in krooi okay. Weet je waarom ik niet in krooi geloof als er krooi was dan ben ik een krooi first lady toeter oh ik ben wel krooi first lady nee mina okay. Nee, nee, moet ik vrijeren ik nee, nee. Exclusive first lady krooi nee dan kon ik een first lady kon, ik kom mevrouw Boutersen maar ik ben een krooi en ik go maar precies met krooi en met go met first lady ja weet dus daarom geloof ik niet in krooi dat ding bestaat niet het is hier. Hier, jij zelf krooit jezelf. Ja. Is het vertrouwen, die liefde en die gwenti. Die gwenti is belangrijk. Waarvoor je bent bang om het kwijt te raken. Je bent bang om het kwijt te raken. Kwijt te raken. Zelf, het kan ook een mattie zijn, hè? Ja, klopt. Een mattie, een goede mattie. Een mattie die gewoon toxic in je leven juist. Is. Maar je gebruik je, nog juist. Maar niet dat dan, de sanati, daarom geloof ik niet in krooi. Maar dan ben ik thuis gegaan. Naar Matif Mina Osso, maar mij wan bij Dena Osso. Het is zo'n grote tv, zo'n biggie belle tv, maar biggie. Dan, mijn lukou, Alassane Yesuku Pura Anda. Mijn lukou tv. Dan is er een godsprogramma op tv gekomen, een keer kiemang. Dan, want als je problemen hebt, liefdesproblemen, dit, leg je hand op die tv. Dan leg me aan het tapa TV. Aan het tapa Biggie Bella TV. Tapa Biggie Bella TV. Want boom Biggie Bella TV. Abelanga moro mi. Dan put me aan het tapa TV. Dan ma Biggie Beggy. Liefdesproblemen. Pap. Hey. Geloof me, Gilly. Het heeft me geholpen. Vanaf dat ben punt. Ben ik sterk geworden. Okay. Dan begin ik contranga. Oké. Okay, nee zeggen. Want ik zeg moeilijk nee. Oké. Okay. Ja. Nee. Maar ik kan geen nee zeggen. Ja. Ik kan geen nee zeggen. Dan me begin trek mijn schrift terug. Dan heb ik het toen verteld aan Basi. Aan Peggy Basi dat ik van één. Maar jij hebt Basi bij de Mati attendat. No, we scharrelden al. Maar we waren nog niet zo ver. Dan me leg je uit. Daar heeft ze me gezegd van Earl, kijk, ik ga je bijstaan. Maar laat mijn gezicht niet vallen. Is dat weer mijn beloving. Walisi. Je weet, je krijgt twee poppetjes toch? Duivel en engel. Ja, engel. De engel heeft tegen mij dat, ga niet. Go, as sweetie, go. Dan go. Dan look at Jeff C. Amai kari duivel, Jeff hier. Dan, me go. Dan engel. Sir, mina amafu basier. Oh? Ja. Wat is kan gebeuren? Basie kan me niet bereiken. Dan daarna, dapé. Basie kan me niet bereiken. Dan, Basie bel mijn nechje. Dan mijn nechje zegt me. Hij is daar. Oké. Dan Basie, pot een mabel. Een mabel me. Zogenaamd die vriend van mijn moeder. Dan go naar telefoon. Ja. Met dat ik kontak aan mijn benen. Vrouw Helga. Ja. Jere Basie mannen. Nou poti futun moit moro jaso. Alai ati. Shit, alami ati saka. Tram go da bigin go, begi dape. Baka. Tuna no ife na model. Ja, no mi tak no, mina demoro. Okay. Daar is het echt, ja. Daar is het, is die liefde voor haar gaan opbouwen. Oké. Is dat weer. Maar het was zwaar. En dat was je eerste heartbreak en samieren, ja? Eerste en laatste ook. Maar... Itak, je wilt weer graag mensen vertrouwen. Ik kan me voorstellen dat Basje in het begin, na die ervaring, dat je bij wantrouwen nog lauw. No. Je had gelijk. No. Okay. Ik had gelijk. Nou, een tramodel. Dit is nou een tramodel. Weet je hoe ik dat heb gepakt? Mijn eerste deze zou go uit. Ze moest lapjes gaan kopen. Deze me gevraagd of ik er kan brengen om lapjes te kopen. Toen heb ik er gevraagd. Moet checken. Ik heb twee manieren om een vrouw te checken wie je bent. Oké.
Je gaat het hier delen? Ja. Oké. Dan meteen een tak van, waar moet ik je brengen? Beirut Bazaar of Lamara? Die heeft ze gekozen voor Beirut Bazaar. Hebben ze, hier moet ik zijn. Oh, dat nou op dit Beirut Bazaar is de goedkoopste. Monotering, ah, ja. Toch? Economie. Mm-hmm. Want zij denkt verder. Ja, economisch, toch? Economisch. Van, oh, zij juist. Zij de Lamara, Bosmoni terwijl dingen... Peda. Juist. Ah, ja. Dan tak een jamim tan, vanaf die dat mijn tan plak drap. Okay. Tweede model is... Maar ze is geen uitgangstype hoor, maar als een vrouw is mijn filosofie, is van mij. Ja, ja, het werkt voor jou. Het werkt voor mij. If bijvoorbeeld, vraag ik daar meestal, ga je uit? Hoor je van uitgaan? Ja. Welke dansjes ga je graag? Een update of een nax? Oh, dat is dat. Oké. Okay. Yes. Ja. Heb je dat update? Ja. Dat want dat je woelig. Je woelig. Ja, ja. Maar als je naks zegt, ja, dat wil zeggen, you know, een rustig type. Want naks is, is anders is dan. Anders, is anders. Ja, weet je, ja, ja. Mikey, Michael, no, de, no, no kost me. Maar update is woelig. Ik loop je update. Ik hoop maar update. Als het omgaat, je check af vrouw. Ja, ik dacht van, ja, ja. Je ziet van een vrouw in het plafond, in het soort zand. Je nog de? Nee, nog de. Oké. Nog de. Nog de. Oké. Een vrouw. Toen zie je oppo. No? No, mina de. Mina de. Oké. Okay. Hey, ik hou van een vrouw en gewoon een, hoe dat weer? Wan burka. Wan burka. Nou, wat grap. Ik nou werkelijk. Burka. Burka is dat helemaal. Ja, burka. Het liefst. Ik alleen moet zien wat daaronder is. Het is toch niet nodig dat Jeff ziet wat je daar hebt? Ja. Dat bedoel ik. Maar kan er iemand soort van eigenlijk naar mij? No. Dat ben je dede. Dat ben je dede, want dat is serieus. Oké, nee, ze moet een beetje conservatief. Ja, ja. Ze moet niet ouderwet zijn, maar ze moet weet je, een beetje rekening houden met en het zit hem in gewoon, je tempel. Ik begrijp het wel. Ik, kijk, ik hou van allerlei soorten type meisjes en dat bedoel ik eigenlijk meer. Bij mij gaat het om dat ze... een bepaald soort waarde heeft. Ja. En allerlei Bobby daardoor. Ja, ja, ja. Geen oordeel, maar is niet voor jou, is wat ja, jij zegt. Is ja, niet voor niet jou. Voor mij. Okay. Niet voor mij. Weet je waarom? Eén, if je kon een dame in zee, is alle aandacht op jou. En ik hou niet van echt aandacht. Tem, ik kon je nog een pressie, een drukpressie bijvoorbeeld. Ah, ja. Wil ik ergens gaan zitten waar niemand me ziet. Oh. Ja, ja, ja. Mijn kans donk naar visse. Ja, look om je tap man stel door. No. Nergens waar niemand me ziet. Ah, ja. En if ik kon een dame, als ik je... Kom haal hem uit te gaan, in een weerhaak te werken. Oh? Nee. Hey, streng man, dat is ja, één, men gaat horen dat we komen. Twee, te long moest met Oenu. Mogen we niet bieren. Want, een moment, Jeff begint long baga Oenu. Ga je tijd zoeken om je migwekbaan, dat je redelijk mij lag, ik heb je gelaten. Nee, platte schoenen gewoon. Plat. Ja, ja. Dat naar mij. Oké. Nee, mooi. Mooi. Nou, meer de heartbreak story, boy. Voor die simpel van die ik wens het, tijd. Ik wens het niemand toe. Ik wens het niemand toe. Maar ik ga zoeken in eigenlijk spiritualiteit. Ik heb alles. Ik heb. Geloof in dit geval over religie. Nee. Het was onbewust. Want dat broken toch? Ja, ja, onbewust. Maar ik ben zo ver gegaan dat want Brad of me is nu weilen. Hetzelfde wat jij hebt gezegd, maar dat van Eurl, Google look van een krooi. Hé, Milas Monier, want tanga langa abonnement, wees je ze wees je belaf me, wees je wees je belaf me. Wees je tak, an abonnement vita pas jou fi. Abonnement kolen mi bro. Maar tegelijkertijd, ik kan gewoon naar mijn pastor toe, zijn model. Dus het heeft niets met geloof of waarvoor iemand kiest, het heeft te maken met de persoon. Want pastor schreef, meestal want to pastor. Tanga langa de meest zoeken, vrouw. Boy. En hij lukt toe. Ja. Maar kijk hier, krantoloko. Krantoloko, doe zo. Doe je mond open. Ik vrouw drink krantoloko. No. Het was zwaar. Het was zwaar. Maar ik ben blij dat het vroeg met me is gebeurd. Nu weet ik ermee om te gaan. Ja. Ik weet ermee om te gaan. Dat ding is gewoon Gwenty. Het is geen enkel krooi bestaat. En het is gewoon Gwenty. Wanneer je gewend bent geraakt aan iemand of aan iets. Ja. Toch? Is moeilijk los te laten. Ja. Je hebt alle de gewoontes vast, maar omgekeerd kent zij alles van je. Dus het is moeilijk om los te maken. Je moet sterk zijn om gewoon in één keer. Ik heb bewondering voor mensen die het kunnen, maar voor mij is het zwaar. Oh? Ja, ik ben heel goed in cold turkey, toch? Mm-hmm. Ik kan stop aan het drinken, ik kan stop aan het smoken, ik kan stop aan het sma. Mm-hmm. Cold turkey, bam. Want ik bescherm mijn energie. En ik weet, is mijn geluk. Want je moet het kunnen. Je moet het kunnen. Later heb ik beseft van niet iedereen is zo. Je moet het kunnen. Hey, mis kots maar snel.
En plus mino melden je. Mm-hmm. Gewoon je ziet van, hé, van wakker. Dat heb ik ook. Ik heb het gewoon ook. Dat kan ik wel doen. Mm-hmm. Maar in... Mika scoort wel een vrouw. Makkelijk. Dat is een beetje zwaar voor mij. Makkelijk. Dat is een beetje zwaar. Oké. Maar je bent sterk, ik bewonder zulke mensen. Nou, maar je boer naar Bassi toch? Dus nou, hè? Nee, naar Bassi, mijn boer naar Bassi. Hé, Bassi. Die vinding. Ja. Ik heb daarom zeg ik. If you put Bassi, use. Ah, no, actie, you. Put Bassi dat. Use Rift Talk, is dat zo? Kom gewoon in aan mijn nuere. Bassi zo, mijn vier boer. Nou, je bepaalde. Die waardering, ja, die waardering. En hoe sta jij in de telefoon? Paracetamol. Ik heb nooit gekeken, boy. Paracetamol. En werkelijk had je een hoofdpijn, maar moet checken. Daar heb je maar moet checken. Oh, boy, boy, boy. Ja, ik wil op. Hey, Takemba. Dan laat me het anders draaien. In het verleden heb jij wel eens zelf iemand zodanig voor de gek gehouden dat je tot de dag van vandaag nog steeds spijt ervan hebt als je terugdenkt. Denk van, boy. Mm-hmm. Ja, ne? Nou, dames, ik wil die atrouwen toch? Ja, oh, dat. Maar ik zeg gelijk karma als reactie. Karma, toch? Ja. Ik heb er nog. Reed in Libyen, hè? Reed. Broko, als ik haar ga vragen, jouw hart breekt. Hey, dan komt ze wil die naam volgens mij niet eens horen. Ja. Ik heb een Reed. Als Matak, ze noemen hem simpel, maar een boy. Hey, Reed. Ik dat kind hield verschrikkelijk veel van me. Boy. Verschrikkelijk veel gewoon heb ik. Dus het enige, maar dat gaan we terug naar het begin. Het enige wat fout was, die energie klopte niet, want je dacht aan rustig doen. Ze was te rustig. En nu iemand van Wild Wang, daar nou Boombaka. Te wild. Daar heb je een middenmotor gevonden. Juist. Maar je brok aan meisje uit. Mijn brok, hè. En nu moet ze je steeds op televisie zien. Ai. Volgens mij kijk ze niet eens. En Luko TV, radio, mijn Arki. Ai. Maar nu daar Arki, want we waren op één school, hè. Ai. Dus we waren eenmaal 24 uur, bijna eenmaal 24 uur. Samen. Maar je naast zo'n man, wat is op zo'n mensje, vooral bij mijn neef, ja, dit is maar lop, plak, no, jongen. Plak, No. Ik zeg altijd, ik noem mezelf, ik ben een fayakar en baka. Ik ben geen romantische man. Nee? No. Ik ben gewoon een... van mijn karas en baka. Ik ga straks op die naam komen. Nee. Ik ben niet romantisch. Ik ben niet die man met roosjes en... En dat soort dingen. Maar wat doe je wel dan? Huh? Wat doe je dan wel? Mezelf zijn, boy. Oké. Okay. Mezelf zijn, gewoon nee, je dus pakken. Nee, dus dat moet anders stellen. Wat doe je wel om waardering te tonen aan Bassi bijvoorbeeld? Wat doe je wel? Als zorgzaam man. Gehoorzaam. Ik probeer gehoorzaam te zijn. Lukt niet altijd. Ik moet lachen, ik kan niet van gehoorzaam. Oké. Okay. Hey, wie was van lief, jongen, zodanig dat ik dan. Ik wil mevrouw gehoorzaam. Niet alleen dat ik zeg publiekelijk. Ik ben gehoorzaam. Gehoorzaam. Ik luister graag. Ook al praat ze veel. Ik luister graag. Maar ik weet wat ik hou. Is dat niet overhoud. Maar ik ben een en dat is zij ook, hè. Ze begrijpt me, ik begrijp haar. Ik ben wat dat betreft een rof. Fagago. Ik ga niet, wanneer als ze jarig is of moederdag en Valentine, ben ik met die shits. Oh, en Asabi? Is gewoon, ik heb er uitgelegd, het is gewoon... Commercieel. Ai. Weet je? En om ik dus maar kiezen. No, en om ik dus maar kiezen. No. Kerst? Als ze jarig is, Kerst? Ik vier ik niet meer. Oké. Kerst is van mijn moeder. Mijn moeder is 25 december. Kerst is van kinderen, zeg ik. Ja. Ze hebben mij toen gepakt. Vaderdag, kinderdag, moederdag. Hebben ze, want ik ben spaarmoney bij ons aan Jimmy. Maar terwijl ik gewoon commercieel is. Elke dag moet je lief zijn voor die vrouw en die moeder. Ja, 100. Als mijn vrouw jarig is, ga ik gewoon in mijn tuin en ik pluk faya lobby's. Mooi. Faya lobby's, ik ga geen rozen kopen. Ik wil gewoon een faya lobby geven aan die vrouw. Ah, nou, dame of... dit is Giovanni. Dit is Giovanni. Oké. Dag, Giovanni. Ja, we zijn nu even mis. Ja. We zijn midden in de uitzending. We zijn Giovanni. Ja. Juist. Lobitori. Ik kan look it up. YouTube, Gilly's Love Line. Boy, Imluku, is je dat? Heerlijk. Ze kennen me. Maar, faya lobby's.
En dan ga ik terug gaan naar die vrouw van vandaag. Brengen van je lobby voor een vrouw van vandaag. Ook kossie. Ook zo cheap. Zie je mij zo cheap? Ja. Is toch? Het moet een roos zijn van hier aan de overkant van Torarica. Is dat toch? Ze vinden je cheap. Breng een vrouw om, een vrouw van nu. Niet zeg hallo. Geen vrouw, niet alle vrouwen zijn nee, zo. Even generaliseren voor het gesprek. Ja. Maar breng, vraag er om uit te gaan. Dan ga je er met een pick-up halen. Dan ga je hossel. Aan Euroco. Je tutert totdat je gek wordt. Uh-huh. Is dat wie toch? Uh-huh. Ze gaan vragen naar een golf of dingen. Uh-huh. Als mama's doen. Dus wanneer je eruit hebt, wanneer je met die golf bent gaan, dan ga je een picknicken met een pannenkoek die jij zelf hebt gebakken met een stroop. Soms zijn pina manja. Terwijl dat is super romantisch. Je maakt moeite, ik god dat is. Kan je wat toebrong? Ze willen een kanijs zien, schieten. Is dat weet toch? Terwijl misref met haar orchade. Is dat weet toch? Met alle liefde. Maar als Bawan Jere, die kanijs kost 700 zoveel dollar. Het mag niet terwijl een lobby. Naar een pot in een orchade, weet je hoe sterker dat is? No. Dus dames, dus Luko, weet je wat ik wil dat je doet? Want ik zeg je eerlijk, ik ben ook daar met mijn eerder, dat heb je gezien, dat we denken van het draait om geld. Maar hier staan we van, ik vind hem leuk, ik zie mezelf tijd doorbrengen met deze man, om hoe hij is. Doe me een plezier, als wij het fout hebben, zeg van, nee, praat niet over mij, Oede. Reageer in de comments. Mm-hmm. Laat ons weten dat wij het fout hebben. Want op dit moment is dit het gevoel wat wij hebben. Gilly, wij praten nu, praten wij voor die jongeren die na ons komen. Wij komen op voor die kleine jongens. Mm. Die straks ook een vrouw willen. Een goede vrouw willen. Maar als dit nu zo doorgaat, de man of een vrouw jaren. Want wat gaat gebeuren? Wat weet je wat nu gebeurt? Huh? Die kleine man die nu opkomt. Denk aan, nu al aan om geld te maken. Zodat hij voel kan vallen, een goede vrouw kan vinden. Het wordt moeilijk voor ons, wij als ouders. Mm-hmm. Want dan, wij kunnen het niet permitteren om die iPhone 13 of 20 voor hem te kopen. Wat gaat hij doen? Hij gaat ergens gaan zoeken naar dat geld. En dan kan het legaal zijn of illegaal. En daarom heb je zoveel drop-outs. Mm-hmm. Ze praten over vrouwen. Op de universiteit. Ja. Mannen zijn niet op de universiteit. Weet je waarom dat komt? Omdat die man moet is gaan. Die sociale druk. Die er is. Dan noem je de deur, misschien Allah de Mansa, Edu Trasani. De Libi mooi. Ja. Zo'n vrouw meer, zo'n noans, maar Elukumi. Ja. Maar ik vind het mooi dat je doorzegt, dat je dat benoemt. Want dan wil ik zeggen. Elukumi no stuka, maar mi struggle wel. Dan gaan we struggle, mi no shemtaki. Maar dan is het een mooi moment om te zeggen, als jij zo'n kill bent, boy, hou vol. Mm-hmm. Hou vol, want in de long run gaat de vrouw komen, niet die jij wil, maar die jij nodig hebt. Ja. Die jij nodig hebt. Klopt, Gilly. Daarom zeg ik toch, manga, je ook overeen. Ik ben een vroege schoolverlater ook. Ik heb de middelbare school niet afgemaakt. De klets aan een meid low me. Player tap scoren, na lesuur. Maar dan ben ik gaan beseffen dat ik moet werken om aan geld te komen. Mm-hmm. Ik ben als pompbediende gaan werken, ik heb bij loterijkantoor gewerkt, ik heb overal gewerkt. Totdat ik mijn talent ben gaan vinden. En zo me bouw op. En het is doordenken. En dat is het toch, ik blijf het zeggen, die goede vrouw moet je vinden. Mm-hmm. Die kan zeggen van, hey, goedoe. We tayarim, we eten, we hoeven geen steak en dingen te eten, maar we moeten een huis bouwen, een onderdak, want dat is het belangrijkste. Kopina even. Die bouw me ook zo, was ik enige in de straat. Geen stroom, geen water. Tot de dag van vandaag is die vrouw met me gebleven. Ze is gebleven, ze heeft niet gezegd van je hebt scheet in je hoofd, ik ga niet in het donker hier komen wonen. Zo is show watra. Is dat weet je? En dan ben je dankbaar. Ja, maar het wordt moeilijk voor die kleine man die morgen de komt. De volgende generatie. Ik zie dat je echt druk mee maakt, want je ziet waar het naartoe gaat met de maatschappij. Het doet me pijn omdat ik die kleine jongens zie. Met die wrede Nike, met die wrede dingen. Je moet naar Facebook kijken, elke dag erger ik me op Facebook.
die gesprekken die ze voeren. Oppervlakkig. Isabito, amane denki Tamara. Mm-hmm. Die man denkt alleen maar aan vandaag hij moet opvallen om een vriendin te vinden. Want anders heb je no looking. Mm-hmm. En heb je een drukke man toe. Ze drukt hem gewoon, want morgen is ze gewoon met een sugar daddy. Isabito, daar staat die man aan de kant. Mm-hmm. Je moet ook kijken naar die gevallen. Want die dingen die gebeuren, heeft allemaal hebben oorzaak. Ja, klopt. Want we praten over die man, maar er is een oorzaak. Ja. Bepaalde vrouwen denken van, wang man ne voer kroskassi. Ja. Wij mannen toch, we zijn gemeen. We willen ook te veel, om het eerlijk te geven. Ik ben bang aan mij keren, media man. We willen te veel. Soms willen we zijn hebzuchtig. Uh-huh. We willen bijna elke vrouw, mooie vrouw. Mm-hmm. Maar, vrouwen moeten één ding weten. Een man houdt maar van één vrouw. Hij kan soms, sommige mannen kunnen het delen hoor. Praten netjes. Twee vrouwen, drie vrouwen. Maar, een mooi man. Pij denkt dat. Amma loop je er. Je hebt misschien iets dat hem bezig houdt. Op dat moment. Je bent vervangbaar als ik weet niet wat. Ja. De man die, je denkt dat, hey, mijn God heeft een auto voor me gekocht. Mm-hmm. Hij heeft me in een huis gezet. Mm-hmm. Maar weet je wat een vrouw eigenlijk waarnaar een vrouw op zoek is? No. Aandacht hoor. Aandacht. Vrouwen zijn vreemd, hè. Aandacht, geld. Toch? Die vrouw houdt van aandacht. Als je er geen aandacht geeft, en Gilly is de tuinman, en die man is miljonair en die man is nooit thuis. Tuinman gaat tuintje bezoeken. Absoluut. Naar tuintje Origeri. Tuintje Origeri. Is dat toch? Maar dat geld heb je. Maar aandacht in een abirego zoeken naar tuinman en tuinman Origeri. En als die man die dat geld geeft. Amasa ek diamoni. Mm-hmm. Amasa tak wins wang lees in wayari. Mikon krima tuintje fi. Mm-hmm. Hij gaat je vermoorden hoor. Mm-hmm. If aman kon smeer tak tuinman. Ek krima tuin toe. Am ook hier you. Wis ama domesa ni in srefi. Hey. No, maar you. Asasa mi dugi you. Sorgu you. Luku you. Ja, zo denken ze. Ondankbaar. Ja, ondankbaar. Maar het mag niet zo zijn, want het is geen bezit van jou. Nee, absoluut. Is dat weet niet. Het is geen bezit van jou. Ja. Dan laat die vrouw. Yes. Is dat weet in afkering of zijn. No. Ik ken genoeg gevallen wat bij dames, want mijn vriendenkring zijn meer vrouwen. Ik loop wakker naar vrouw. Umasma. En daar hoor je die verhalen. Ja. Ze hebben een vriend, ze hebben een demoni. Een man is pananging. Ze mag overal gaan. Maar, ik kreeg je mee, maar nooit. Heeft hij tijd voor me? Is dat toch? Als hij komt, is het even. Heb je nou een fout, man? Dat je dat je. Ja. Heb je naar tuinman Gilly? Ja, tuinman Gilly ook krimen. Ook krimen tuintje. En daar gaat het fout. Ja. Het materiële mag geen rol spelen. Het moet niet de basis zijn van jullie relatie. Nee. Want uiteindelijk ga je ongelukkig worden. Hé, Gilly, je nanga zonder je monitor. Nanga sweet talk voor jou. Je hoeft geen geld nodig te hebben. Nou, een vrouw, aandacht. Ja. Aandacht. If alle day ik kan bel een vrouw, 20 minuten of 10 minuten, ik accent hoe gaat het met die kinderen en hoe heb je geslapen. Ga ik opkomen voor die mannen met een beetje geld. Mm-hmm. Want hè, dat hij doet dat niet om dat geld te creëren. Mm-hmm. Omdat je nou een pinaman in een money hebt, denk voor dit soort zandat. Maar Jerena. Dat ben ik bij het in de toren samen met je. Want daar heb ik gesproken over aandacht en financiën. Maar dat is geen dono. Want dat telefoongesprek, dat je in een bank auto, dan ga je thuis nu maar in een money, je naar zoek op je man, je gaat werken voor je geld. Dat je dono naar vrouw, dat je geen aandacht. Heren, maar hoe gaat je aandacht me mag vullen? Je gaat niet werken, je gaat geen geld zoeken. Is dat wie toch? Een vrouw is moeilijk. Moeilijk toch? Moeilijk. Voor satisfy. Wanneer je die echte aandacht gaat geven, gaat ze vragen, maar hoe gaat dat me maar vullen? Dat je gaat zoeken money nou. Heer die je zoeken money, zoeken money. Legaal hoor, legaal. Ik praat over legaal. Een nieuwe tuinman. Want die aandacht is weer te kort, vindt ze.
In breedte aan het basifieren, want je hebt een probleem, maar jij denkt aan de volgende generatie. Ik heb het over de volgende generatie. Ik kijk naar mijn zoon, ik heb ook een dochter. Dat mijn loeken, dat mijn legde uit toe. Mm-hmm. Ik leg ze het leven uit. Ik praat tot ze. Ik wijs ze bepaalde dingen. Mm-hmm. Mijn soorten man, alibi. Yeah. En ik mag niet klagen, ego. Mooi, mooi, mooi. We hebben goede dingen, tenminste, we hebben dingen besproken. Wat niet speciaal waarheid hoeft te zijn, maar wat op zijn meer food for thought is. Hoop ik. Is dat toch? Ja, ja. En dat is wat we doen hier bij Gilly's Love Line. Gewoon eerlijke, broedeerlijke lobbytakkie. En ik ben blij dat ik het met jou heb kunnen doen, mijn mama. Ja, man. Dat bang bangstel en Gilly's Love Line. Moxie. Dus nu niet alleen YouTube beveelt het aan, Oesref bevelen aan van... Goluku Simpel, want als je Simpel niet kent, is een van de populairste presentators met zijn eigen show op bankstel. Deze authentieke man die je hier ziet, zie je ook daar. Dus als je niet kent, go check it out, is wat ik zal zeggen. Maar waar kun je vinden? Waar moeten we zijn? Gewoon op bankstel. Tap op bankstel. Gewoon dan. Klik in, klik die brand is zo sterk dat je kan gewoon op bankstel. Gewoon op bankstel. Ja. Gewoon op bankstel. Zolang ik klik T, ga je zien op bankstel komen. Ja. Is dat Oké. Simpel. Wat ingewikkelder dan dat je denkt. Maar de naam klopt wel simpel, want eenvoudig lijkt Bissam. Ja, ik heb die naam heb ik van Wesje gehad. Oké. Heb ik van Wesje gehad. Van wie Karamaneng, Jue Karamaneng, want hoe lees je dat? Dat is een legend van Suriname. Als je met mij loopt, ga je zijn naam altijd horen. Mooi. Omdat hij veel... in leven en ben blij dat het hier in Gilly's Love Line gebeurt. Ja, hij heeft veel voor me betekend. Ja, dit wat ik nu ben, wat ik nu doe... Ja. Heeft ook eraan gewerkt. Mm-hmm, mm-hmm. Die man die ik nu vandaag aan de dag ben, Wesje heeft heel veel, Wesje is zo sterk is hij in mijn leven, dat mijn eerste keer, ik werkte nog niet Jamal, ik werkte nog niet Amabe Rokona Telesuur, Amabe Pai Pempergi Jamal. Toen ik geen geld had, Amabe Baya Pempergi. Tim klagen even, daarmee tegen mij dat van, of hij zegt je niet, hij komt gewoon met een zak pemper. Mm-hmm. Zo erg was, maar man ben eigenlijk brada, maar van verschillende ouders. En volg, ik begin alleen. Kan dit nou eens zijn? Nou eens zijn. Amai Arki. Mooi man, Amai Arki. Met dat gaan we het afronden man. Ik wil nog wel zeggen, hey Luku, Gilly's Love Line. Volg me op social media, @Gilly's Love Line op Instagram, op Facebook, op YouTube. Abonneer, support zou we doen ja. Una toestraan aan brada, zou je doen in Egisani. We representen Suriname en het Surinaams product. Dus support mij ook @Gilly's Love Line. En zoals ik altijd zeg, en dit keer zeg ik het in Torarica, met onze Kronto Loco, het prestigieuze, het warme gevoel dat hier is, lobby heb ik erbij gegooid, want voorlopig ga ik hier nog zitten. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah.